Sven en Kalle Koster, voor na laatste dag van de wereldbekerwedstrijd in Nier. Het is enorm spannend en het waait heel hard. Het moet vandaag een spannende wedstrijd geweest zijn. Vertel eens een klein beetje. Nou, de eerste wedstrijd was echt een matige start. We varen helemaal naar rechts en het was helemaal links. Dus we komen ongeveer laatste bij de bovenboei aan. En vanaf dat moment denk je in ieder geval niet meer na over de 35 knopen die er staat. Maar ben je gewoon inhaalrace aan het varen en word je nog 12, wat op zich natuurlijk niet slecht is. Je had een hele boot vol met water, toch? Nou, dat was de tweede wedstrijd was dat. De eerste wedstrijd zaten we gewoon echt aan de verkeerde kant. Maar hebben we ons voor de wind vooral heel goed teruggevaren. De tweede wedstrijd werden we op start. Wat wij gisteren bij de Australiërs deden, dachten ze vandaag, nou, dat gaan we eens even terug doen bij de Kosters. Dus werden we gerold door de Australiërs, moesten we overstag, nog een keer overstag. Toen moesten we een paar boten dukken en bij het dukken van die boten gingen we bijna over de kop. Dukken? Eenden? Nee, achterlangs vallen. Op het laatste moment moesten we beslissen dat we er niet voor langs konden. En het lag vol met water en dat is niet zo snel. Hey, en speelt het dan nou mee? Jullie hebben je Olympische ticket hier ligt voor het grijpen. Nou, voor het grijpen niet, maar speelt dat mee in je achterhoofd? Natuurlijk, ja, continu. Het is een hele zware week geweest met moeilijke wedstrijden waar we het grotendeels goed gedaan hebben. En je bent continu bezig met het feit dat je het probeert af te ronden. Dat je gewoon eindelijk die ticket op zak hebt om naar de Spelen te gaan. Ik bedoel, we kunnen het hier doen en vandaag hebben we wel wat steekjes laten liggen. En daar ben ik best wel een beetje teleurgesteld over. Maar als je kijkt naar de hele week, dan hebben we het goed gedaan. Ik denk dat we nu 3 of 4 staan. En we willen naar de Spelen en we hopen het hier te doen. Hey, en morgen wordt er dan nog gevaren mogelijk als er niet te veel wind staat. En het gaat er dus nu om dat je in elk geval bij de top 6 eindigt, toch? Ja, bij de top 6 eindigt. Dat speelt continu in je achterhoofd mee. En daar gaan we alles voor doen morgen. Ja, het is natuurlijk zo, je staat top 6 van tevoren, teken je er natuurlijk voor. Maar nu, als je dan eenmaal top 3 staat, dan wil je daar ook wel graag in blijven. Maar als we hier top 6 eindigen, dan moeten we gewoon heel tevreden zijn. Dan hebben we ons doel gehaald. En dan moeten we gewoon vol gas door op weg naar Londen. Maar laten we eerst maar eens even de resultaten eerst gaan kijken hoe het er nu voor staat. Dankjewel, succes morgen als het er nog van komt. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ons. Ja, denk je? Ja. Israël 7 is weg. Ja. Oh, maar Frankrijk ook. Frankrijk is dus ook dan weg. Dan zijn we er wel, ja. Maar we gaan het zo zien. Ja, we gaan verder kijken. Eerst maar kijken of ze die wedstrijd er niet uit... Oké, mannen. Sven en Kalle Koster, we hebben zitten rekenen. Jullie ook. En ik zie grote glimlachen. En het is goed gegaan, toch? Of niet? Ja. Wie wil het woord hebben? Nou, de berekening die was goed. En we hebben het inderdaad gehaald. Dus je hoopt dat je voor de medal race al zeker bent van een volle nominatie. En dat is gelukt. Ja. Dus dat moet een waanzinnig lekker gevoel zijn op deze donderdagmiddag hier in Nier. Ja, het is nog een heel klein beetje onwerkelijk. Want het is natuurlijk iets waar je zo lang mee bezig bent. En dan in één keer dan heb je het in één keer. En dan verandert het natuurlijk een heleboel. Maar we moeten morgen eerst ook nog even een medal race varen. Dus we moeten ons niet te veel van ons stuk laten brengen. We moeten morgen gewoon een goede wedstrijd varen. Want we kunnen hier ook gewoon een medaille pakken. En daar gaan we voor. Ja, want voor de goede orde. Jullie hebben een halve nominatie. Daar ben je nu zeker van. Omdat je in de top 6. Je hebt genoeg punten om in de top 6 te blijven. Die halve nominatie is natuurlijk fantastisch. Maar ondertussen heb je het vizier alweer naar voren gezet. Want je wilt dit evenement ook misschien nog wel beter eindigen. Ja, we staan nu 3. Gedeeld tweede eigenlijk. En als we morgen voor de Kroaten eindigen, en die Kroaat is een goede zeiler, dan worden we 2. Dus daar zetten we onze vizier op. Alleen wat denk ik waar we heel erg blij mee mogen zijn, is dat we deze week het in onze handen gehad hebben. De hele week om gewoon die volle nominatie te pakken en dat we het niet in handen gegeven hebben. Dus dat we nu gewoon ook kunnen zeggen, oké, yes, gelukt. Dus het eerste doel is binnen, het tweede doel komt morgen. En want daar moet je wel heel erg blij mee zijn. Ook dat je zeg maar gedurende de hele week ook met minder wind wel sterk gevaar hebt. Goed gezeild hebt. Ja, zeker. Nou kijk, het doel hebben we al jarenlang dat we gewoon onze personal best op de spelen willen verbeteren. En de afgelopen jaren, 2 jaar, hebben we eigenlijk gewoon echt niet goed gezeild. En, maar ja, om je doel te halen op de spelen moet je wel eerst mee mogen doen aan de spelen. En dat is gewoon een box die we nu in principe getikt hebben. Het is natuurlijk nog een hele kleine maar ja, die kans dat dat gebeurt is, daar ben je zelf bij. 1%.
Ja, want waar we het dan over hebben zijn jullie concurrenten. Steven Lefebvre, Steven Krol. Die hebben nog geen nominatie. Dat zouden ze nog kunnen realiseren op het WK. Dan moeten ze ook nog beter zijn dan jullie. En dan moeten jullie buiten de top 20 vallen. Dus die kans is relatief klein. Ja, een volle nominatie is top 4 op het WK. Dat is wat zij dan moeten bereiken. Nou, de concurrenten die we op dit moment hebben, die zijn erg goed. Als wij al beter als 4 kunnen staan, dat is al heel zwaar. En voor hun is dat een hele zware opgave om dat te evenaren op het WK. En dus maar even weer de focus op jullie. WK komt eraan. Voorlopig eerst even hier een enorm lekker gevoel. Maar en dan die WK, dat is in Barcelona waarschijnlijk minder wind. Is dat ook met recht bedoeld om daar minder wind te trainen? Nou, we hebben van tevoren onze focus gelegd op het WK. We zouden dit evenement gebruiken om bepaalde doelen te halen. En als we dat zouden halen, dan zouden we op het WK zouden we daar onze nominatie gaan varen. Dus daar zijn we nog steeds mee bezig om gewoon daar een goed WK te gaan varen. Maar dat kan met een hoop stress er vanaf, dus we kunnen gewoon een lekker WK gaan varen. En al die mensen die altijd in Nederland hebben zeggen van die kosten, ik weet het niet, wordt dat nog wat? Speelt dat ook mee of heb je zoiets van jongens, we gaan het eerst maar eens gewoon laten zien? Nee, dat speelt niet mee. Welke mensen? Nee, maar dat speelt niet mee, want je doet dit voor jezelf. En je weet dat het erin zit. Of dat het erin zat en dat het erin zit. En als het er dan nu op de juiste tijd, in het juiste jaar eruit komt. Kijk, we worden 2 in Miami. En dan word je hier 2, 3, 4, 5, 6, weet ik niet. Dat zien we morgen. Dan zitten we op de juiste koers richting Beijing. En het moet dit jaar... Londen. Londen. Dit jaar moet het gebeuren. Ja. Okay. Nou ja, ik ben blij dat jullie naar Londen gaan. Waarschijnlijk. De kans is best groot. Moet een mooie dag voor jullie zijn deze 26 april. En geniet ervan vanavond. Niet te veel, want jullie moeten morgen nog zeilen, toch? Morgen gaan we zeilen. Morgen gaan we knallen. Succes. Dank je.